Klaas-Jan, het is een roman. Hier is Klaas-Jan Dia. Voorzichtig stappen onder de douche. Ik mag geen shampoo knoeien. Het water is veel te heet. Ik spring onder de douche vandaan en geel. Papa! Niet aanstellen. Papa! Duwt me terug onder de staal. Het water veel te heet? Piep ik. Niet aanstellen jij. Papa kan er ook van onder staan. Kijk maar. Zo. En nu jij. Papa zet een stap opzij. Het water is veel te heet. Het doet zeer. Mijn armen worden rood. Het doet zeer, papa. Niet aanstellen, heb ik gezegd. Het doet echt zeer. Weet je wat zeer doet? Mijn spulletje voor onder de douche. Papa lacht. Ik pak mijn piemel vast. Ik valt die dubbel. Ik jammer. Papa, het doet zeer. Hij lacht. Jij bent van mij, heb ik toch gezegd. Mijn bezit kent geen pijn. Voortaan heb jij altijd een probleem met plassen. Daarom lacht papa weer. Mijn piemel zit tussen zijn vingers en ik grijp heel hard. Ik schreeuw het uit. Ik trek daar heel hard aan mijn piemel. Met zijn andere hand maakt hij een vuist en slaat hij heel hard onder mijn piemel. Ik schreeuw nog harder. Papa, papa, papa. Heer, ik wil graag nog één. Echt daverend applaus voor de organisatie, voor de motorbendes. Prachtig kinderen. Het is voor mij vandaag best spannend om hier te staan, in Utrecht. De stad waar alles is gebeurd. Waar veel mensen mij kennen, maar ook hem. De man die mij jarenlang heeft seksueel misbruikt en gemanipuleerd. Vrienden van hem die me aanspraken in de stad met de vraag waar ik mee bezig was. Dat ik zijn hele leven kapot maakte door mijn vertelde leugens. Ik ben jullie woorden niet vergeten. Ik ben niet vergeten hoe jullie mij die ene extra trap nagaven. En mijn verhaal is bijgetrokken. Na alle jaren dat ik dit in stilte heb moeten doorstaan. Vandaag sta ik hier met opgeheven hoofd. Want ik weet wat de waarheid is. En dat weet hij zelf ook donders goed. En is in de wereld van prostitutie, heroïne en cocaïne beland. Doordat ik deze dingen als klein meisje al wist. Doordat mijn moeder mij dit verteld heeft. Durfde ik het haar niet te vertellen. Bang dat ze door wat er met mijn vijfde kind, ik dus, gebeurd was, ze weer zou afglijden en ik haar ook zou kwijtraken. Niemand op voorbereid was.
En nou helemaal ik niet. Als 14-jarige jongen. Gebeurt er iets met je wat je nooit mee zou maken? Ik kwam een man tegen die ik herkende, want hij liep minimaal 3 keer per dag precies hetzelfde rondje. Met zijn hond, uitlaten. Hij vroeg of ik geen dorst had, hij had me al gezien, spelende met mijn vrienden. Ik zei, nou ja, weet je wat, doe maar een frisje. Maar dat ene frisje was het naaste frisje die ik ooit in mijn hele leven zou hebben gehad. Naar huis gaan is geen optie. Want snap je ouders wel wat er gebeurd is? Ik ging rondjes lopen door de wijk, nadenken aan wie ik het zou vertellen. Maar hoe vertel je het aan iemand? Dat je misbruikt bent op 14-jarige leeftijd, als jongetje? Shit. Dat kan niemand begrijpen. Mijn eigen waarde kende ik niet, net zoals liefde. In de instelling moest ik voor mezelf leren zorgen. De mensen die daar voor mij hadden moeten zijn, waren er niet. Ik vergeet de avond nooit meer dat ik op mijn kamer lag. En dat de nachtelijke begeleider de kamer binnenkwam om zogenaamd te checken of alles oké was. Ik werd aangeraakt op plekken waarvan ik het niet wou. Maar ik verstijfde van angst. Wat wist ik nou als 12, 13-jarig meisje? En zonder te communiceren vanuit huis en mee te hebben gekregen wat goed en fout was.